Er is historisch filmmateriaal uit de jaren 50 opgedoken. Het zijn amateurbeelden in kleur van de Tour de France uit 1953 en 1954. De Tour was toen ook even in Rotterdam en daar zijn ook opnamen van gemaakt. De filmrollen hebben tientallen jaren op een zolder gelegen. En voor zover bekend zijn het de eerste Nederlandse kleurenbeelden van de Tour de France. Ze gaan niet meer zo snel als vroeger, maar de nog 7 levende renners die de ronde van Frankrijk van 53 en 54 hebben meegemaakt, komen graag op dagen. Vandaag krijgen ze voor het eerst unieke kleurenbeelden te zien van de rondes van Frankrijk. Nou ja, dat ziet er mooi uit. De beelden werden gedraaid door Lou van Stolken, fanatiek amateurfilmer. Zoveel mensen hadden er niet een kleurencamera in die tijd. De beelden kwamen, keurig in blik, tussen allerlei andere films op zolder terecht. Zijn dochter, hier links, vond ze ruim een jaar geleden. Mijn vader is 3 keer getrouwd. Zijn derde vrouw heeft hem 23 jaar overleefd. En toen zij overleden is, en dat was in 2007... toen zijn wij dat huis gaan opruimen. Ze wilde de films van haar vader digitaliseren en ging daarom naar een speciaal bedrijf toe. Ze had het verzoek om dat om te zetten naar digitaal. Dat hebben we voor haar gedaan. Daar bleek dus die film tussen te zitten. En dat leek mij zo uniek dat we daar wat mee moesten doen. De toeretappes waren vroeger een stuk langer dan tegenwoordig. Zo was 1 etappe in 1953 345 kilometer lang. Hoe laat ging je dan 's ochtends op pad? Ja, vroeg moesten we. Om 4:15 werden we nou wakker gemaakt. Vroeg gestart, hè. Ja. En dan s'avonds rond 5:00 binnenkomen. Ja. Ja. En was je kapot? Nee, viel er wel mee. Oh. Ik kwam goed fris binnen. De bergen waren vroeger veel slechter dan tegenwoordig. En een fiets die nog 12 kilo zwaarder was dan tegenwoordig. En dan je kleding, hè, en je voeding. Dus er is wel een groot verschil tussen. Want als u 's ochtends vertrok, wat at u dan? Een biefstuk of pasta? Ja, altijd biefstuk. Fietsjournalist Peter Ouwerkerk spijbelde van school toen de Tour door Rotterdam ging. Die Tour van 53 was een geweldig succesvolle van Nederland. Met 4-5 etappe-overwinningen, gele truien ook weer. En ja, als ze dan in 54 voor de eerst zo'n groot mega-evenement door Nederland rijdt. En het was leuk om te zien. Het beeldmateriaal komt niet in de winkel, maar wordt waarschijnlijk aan een museum gegeven. Ja, leuk. Wow.